In deze video gaan we dieper in op het Android Smart Platform van Philips. Het oogt en het werkt eigenlijk precies hetzelfde als het Android besturingssysteem die je gewend bent van je smartphone of tablet. En het fijne aan dit smart platform is ook dat het een stuk sneller werkt ten opzichte van bijvoorbeeld een smart platform van een jaar of twee jaar geleden. Nou, laten we even kijken hoe het er precies allemaal uitziet. Je ziet hier verschillende apps al tevoorschijn komen. Die kan je aanschaffen in de Play Store. Heb je alleen even een uh, Gmail account voor nodig, die kan je aan het begin dus aanmaken. En dan kan je dus meteen uh, beginnen met het downloaden van uh, verschillende apps. Uh, zo kan je bijvoorbeeld een app als Facebook of Twitter meteen downloaden. En uh, natuurlijk ook uh, al je favoriete games, films of muziek. Gaan we even terug, gaan we terug naar het menu waar uh, dus het overzicht is van uh, alle, uh, ja... Apps. Je, aan het begin krijg je al uh, bijvoorbeeld een app als YouTube erbij of uh, Netflix, Videoland, mens. Uh, en die apps zijn natuurlijk heel erg fijn uh, voor het bekijken van uh, films of televisieseries. Met een uh, Netflix abonnement bijvoorbeeld bekijk jij thuis meteen bijvoorbeeld uh, een spannende film of een uh, goede serie. Nou, ook uh, zie je nog uh, een app als Spotify ertussen staan voor al je muziek. Nou, buienradar zagen we ook al langskomen en natuurlijk heeft hij ook uh, Google Chrome. En zo kan je ook razendsnel dus surfen op het internet. Aan de zijkant heeft hij nog een handige widget die laat zien uh, wat voor weer het de komende dagen gaat worden. En hierboven heb je nog verschillende menu's. Zo heb je daar nog video-andement. Dat geeft een mooi overzicht van alle films die je dus andement bij jou thuis kan bekijken. Tegen een betaling dus. En ook heb je daarnaast nog tv-andement. En dat geeft een mooi overzicht van verschillende televisieprogramma's. Die jij dus op elke gewenste tijdstip meteen kan bekijken. Nou, daarnaast heb je ook nog een overzicht van al jouw kanalen. En uh, daarnaast heb je nog uh, bronnen en uh, dan kan je dus meteen bijvoorbeeld uh, ja een bepaalde aansluiting van je televisie selecteren. Heb jij bijvoorbeeld een externe harde schijf aangesloten op een van de USB-aansluitingen, dan kan je daar dus meteen naartoe gaan en zo open je vanaf uh, die externe harde schijf meteen een video of bijvoorbeeld al je vakantiefotos. Nou, ik zelf vond dit uh, Android-platform echt heel fijn werken. Werkt gewoon allemaal lekker snel. Voelt dus gewoon echt aan als het Android-besturingssysteem van je smartphone. phone or tablet